elkaar? Ja. Dankjewel. Ja. Zoek hè. Ja,
bij zijn. Zwolle Dinkeland, hartstikke goed. Almelo natuurlijk en Deventer ook al vanaf het begin betrokken. Iedereen gaat 20 minuten spelen. En daarna hebben we even wisseling hier op het podium. En dan horen jullie muziekje. En als het leuk muziekje is, kun je er leuk bij dansen. Er worden filmopnames gemaakt vanavond. Kijk, daar staat hier meneer die ook een prijs zei die vanavond heeft. Maar ik krijg ook een prijs. En daarboven staat er één en hier staat er één. Het kan, oh, daar nog één. Het kan ook zijn dat je als bezoeker even een interviewtje krijgt. Dat is hartstikke leuk. De bands hebben allemaal gezegd, we kopen hier de opname van vanavond. Kunnen we nog eens naar kijken. Dat is hartstikke leuk om even te kijken. Een battle. Ja, dat gaat natuurlijk ergens over. Het is ook een beetje strijd. Het is heel leuk, maar het is ook een beetje een strijd. En om te bepalen wie nou de beste band is, of de beste zanger of zangeres, de beste instrumentalist, heb je natuurlijk een jury nodig. Mag ik op het podium vragen, de jury van vanavond? Ja, kom maar, mag wel een applausje vast. Ja, kom maar. Ja. Goedenavond, beste jury. Hallo. Nou, ja, misschien kennen jullie een aantal wel. Hier hebben wij naast mij staan, Regina Niemeyer. Regina, jij bent, misschien kennen een aantal mensen jou niet. Directeur van training en coachingbureau XL10 uit Hengelo. En daarnaast zakenvrouw geweest van het jaar, in 2012. Maar je zingt ook in de band. Klopt dat? Ja, wat zing je dan zoal? Nou, ik zing in een rockband. En mensen vragen mij wel eens, Regina, zing je nog? Hè? Want dan heb je een druk leven. Regina, zing je nog? Dan zeg ik, nou, je vraagt toch ook niet aan die paus of die nog katholiek is. Dus ja, ik ben heel gek op zingen. Dus ik vind het heel gaaf om hier vandaag in de jury te mogen. Helemaal goed, dankjewel. Nou, dit is Jeroen Haatboer, wethouder onder andere van cultuur. En daarom sta je hier. Jeroen, wat vind je ervan dat je gevraagd bent om hier in de jury te mogen praten? Het is een hele eer. Het is ook heel spannend. Het is echt wat ik kom te doen. We hebben al heel veel voorpret gehad waar we jullie allemaal op gaan beoordelen en zo. Ik ben heel erg benieuwd, dankjewel dat je hier wilt zijn. Last but not least, Rijn Kroes, directeur van het Vestzak Theater. Een beruchte binnenstadsbewoner, zo kennen we jou ook wel. Rijn, had jij ooit van dit fenomeen gehoord? Nou, van dit fenomeen niet, van deze battle niet, maar van de Enschedeze band wel. Van jaren geleden, toen Marie-José daar nog... prachtige vocale kwaliteiten over het voetlicht galmen. Marie-José is ook vanavond in de zaal, misschien kun je nog iets met haar... Ja, oké. Waar gaan jullie op letten, Jeroen, vanavond? Dat moet vooral leuk zijn. Als we daar achterin gaan zitten, dan willen wij eigenlijk niet stil kunnen zitten. Dus het moet lekker swingen, het moet knallen. Nou, dan lijkt me duidelijk. Ik wens jullie heel veel succes bij beoordelen. We zien jullie terug rond 11:15. Dankjewel, zoek een plekje. Ze gaan eerst wat drinken. Dat is een heel goed plan. 11:15, dan hebben wij een prijsuitreiking. We gaan, moet ik nog iets zeggen? Even kijken. Oh, een speciale opdracht die we nog hebben meegegeven aan de bands. Is om een blues klassieker te spelen vanavond. Ik ben heel benieuwd of ze zich daar aan houden. En dan ben ik door mijn lijstje heen. Ik wens jullie heel veel plezier en af en toe kom ik nog even terug om een band te introduceren of af te melden. We gaan beginnen met de Enschedeze Gemeenteband. Thank you.
Sometimes again, all I seem to have is worry.
dankjewel. Het is zo leuk. Met als liedzangers Celine Heesemans, die dan morgen weer bij Rozen gaat trainen. Maar ze past met zo'n stemgeluid.